Jongens en meisjes, dames en heren, leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe review en de allereerste review van Gamersnet in 2018. En dat betekent dat Amador is aangeschoven voor om te praten met ons over, jawel, Monster Hunter World. Amador, leuk dat je er bent. En wat ik heb gehoord is dat dit is dan wel de eerste grote release van het jaar. Maar het is me nou ook echt een grote release. Het is ook echt een grote release. Ja, leg even voor de mensen die niet weten wat Monster Hunter is, heel kort uit wat Monster Hunter is, komen we daarna heel snel op de game. Ja, nou ja, de titel zegt het eigenlijk al een beetje. Je gaat inderdaad jagen op monsters. Het klinkt helemaal heel simpel, maar het is een serie die vooral in Japan heel erg populair is geweest. En een beetje niche hier in het Westen. En ze hebben met Monster Hunter World hebben ze geprobeerd het naar het Westen aantrekkelijk te maken. Eigenlijk is dit de game die elke Pokémon bezitter wil hebben in de Pokémon-wereld. Ja, alleen je gaat jagen op monsters. Ja, je maakt ze dan ook wel meestal dood. Bij Pokémon gebeurt dat natuurlijk niet. Nee, dan vang je ze in een balletje. Ja. Of dan feint je ze. Maar Monster Hunter World is dus gewoon een hele grote open wereld vol met monsters. Ja. Hoe werkt zo'n open wereld? Komt erin en dan? Je komt erin. Nou ja, het speelt zich af in een new world. Het is een beetje zo'n Jurassic Park idee. Het is ook echt een onontdekt gebied waar dus heel veel verschillende echt bizarre wezens rondlopen. En je gaat er naartoe. En je kan in je eentje, maar ook tot aan een team van 4 man kan je daarheen. En missies doen voor je onderzoeksgroep. Eigenlijk is het hele verhaal dat je in een onderzoeksgroep zit die new world wil ontdekken. Ja. En door middel van het jagen op monsters, het vangen van monsters, het grondstoffen vinden, zorg ervoor dat het eiland wordt verkend. Ja, en werkt het dan echt als een RPG? Dus je gaat naar een dorpje, dan krijg je allemaal missies en die moet je dan gaan uitvoeren? De meeste missies zijn op te halen in de stad, in de hub waar iedereen zit, net buiten de New World. Daar worden ook nieuwe missies, nieuwe onderzoeken door doktoren en door gekke scientists van ja, je moet nou deze vangen, want wij willen graag weten waarom die random shit aanvalt en zo. Je hebt ook van die missies dat je dingen moet gaan verzamelen voor verschillende mensen. Dus denk aan paddenstoelen voor een kok of dat soort gekkigheid. Ja. Er zijn optional missions ook. Dus je hebt niet alleen maar ga dit doen, weer terug en we gaan dit doen om het verhaal er snel doorheen te halen. Nee, het is echt super uitgebreid en zelfs vanaf de release, dus die is nu geweest. Er zijn af en toe evenementen die een paar uren of een paar dagen duren en dan kun je daar extra loot voor krijgen. Vet. Dus het is heel uitgebreid. Het is eigenlijk gewoon één grote open wereld. Gewoon. En het is groot ook, hè? Het is echt heel groot. Het eerste gebied ben ik denk ik toch wel een soort van jungle gebied. Ik ben toch een goede 10-12 uur bezig geweest, gewoon puur om een beetje de missie te doen, een beetje te onderzoeken en elke keer vind je weer een gangetje. Of er is een spinnenweb verschenen waar je achterlangs kwam, er zitten dan een paar enge monsters in. Het is zo groot en ja, je gaat dan van plek naar plek, er zit ook een sneeuwwereld in. Ik heb een beetje Breath of the Wild idee erover hebben. Is het sfeervol ook? Het is heel erg sfeervol. Het is het jagen wordt best wel realistisch gemaakt. Je moet ook eens op zoek naar sporen. Je hebt een soort van buis met fireflies bij je. En die zoeken dan de sporen op en die geven dan licht als je er langs loopt. En vervolgens gaat er een voetafdruk, die wordt dan opgelicht. En als je genoeg sporen vindt, dan gaat je research level omhoog. En heb je ook een grotere kans dat je hem elk moment tegen kan komen. Oh, wat tof. En met die research punten kun je dan ook weer dingen craften. En het is zo uitgebreid. Het is echt, de eerste paar uur zou je best overvallen kunnen worden door alle menus en alle regeltjes. Maar uiteindelijk is het zo'n genot om gewoon daarna heen te gaan en dingen te doen. En je weet eigenlijk altijd dat het wel wat oplevert. Ja. Leuk man. De loot is ook heel erg rewarding. Ja, ja, bijvoorbeeld als je grote baasmonsters verslaat. Alle skins en dingen wat je van hem af kan halen, die zijn eigenlijk per direct te gebruiken om armor te maken voor jezelf of voor je partner. Dat is eigenlijk een poes. Oh. Een palico heet dat, maar het is eigenlijk gewoon een poes op 2 benen. En ik heb de mijne is nu aangekleed als een soort van Robin Hood met een pijltje, pijl en boog op zijn rug. Vet, poes het boet. Ja, eigenlijk wel. En een verenkraag en een hoedje met een veer erop en zo. Ja. Die zijn trouwens echt geweldig, dat maakt de game echt. Ze helpen ook heel goed in de combat. Ze komen af en toe met een potion als je bijna dood bent van hier help ik jou. Ach, tof. Dus echt, ja. Ja, want alles heeft een goede. Ja, het werkt. Ja, je zat hier boven net al even te praten. Ik wilde nog niet te veel horen, want dan spoil je mij voor deze review. Maar je bent zo gepassioneerd aan het praten over dit spel. Ja, je wilt ook nu terug, heb ik het idee. Ja, ik wil eigenlijk gewoon bijna meteen weer aan de gang. Ja, precies. Ja, alles wat je doet is gewoon heel rewarding. En daarom is het fijn om gewoon lekker erin te gaan. Een beetje te doen wat je wil. Je hoeft niet eens een quest te doen. Je kan ook gewoon free roamen. Ja. Een beetje rustige dingen verzamelen. Ja, maar daar kreeg ik dus het Breath of the Wild gevoel van. Dat het niks doen ook leuk is. Het niks doen is ook zeker leuk, ja. Niet de missie doen.
de progressie, de combat wil je het nog even over hebben. Want er zijn een aantal wapens in de game die je kunt vrijspelen. Enorme wapens ook, echt lekker Japans. Ja. Hoe werkt het? Dat was eigenlijk je enige minpuntje. Ja, nou ja, minpunt, het is meer dat je wel echt goed moet oefenen voordat je het een beetje de combat onder je knie krijgt. Want je hebt inderdaad, je hebt 14 verschillende soorten wapens. En dat scheelt dan echt, je hebt van twee kleine mesjes in je hand tot een zwaard van twee keer je eigen lengte. En vooral die zijn heel lastig onder controle te houden. Je bent vaak te langzaam, het is heel lomp. Ja. Dus dat is wel een kwestie van wennen. Maar uiteindelijk, het speelt gewoon zo lekker. Ik ben echt heel erg hyped om die game te worden. Ja, ik merk het, En terwijl die eigenlijk niet zo op de radar stond. En ik denk dat het over het algemeen wel was. Dat heel veel mensen denken van, ja, de januari release. Ja. Het zal wel leuk zijn, maar ik merk heel veel... Mensen die met mij ook gaan co-open. Ik heb al zoveel mensen die klaarstaan om mij te gaan co-open straks. Ja. Dat de game wel echt iets doet in het Westen. En dat het wel gelukt is om in ieder geval het Westen van de wereld enthousiast te krijgen om een franchise die door het Oosten al heel lang wordt omarmd. Ja, in Drenthe spelen ze al heel lang in het Oosten. De co-op moet er even mee afsluiten. Ja, daar had ik net al even over. Ja, want je kan de hele game dus coöperatief spelen. Ja. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Iets wat wij altijd hebben gewild met een Fallout of met een Skyrim of met een Breath of the Wild. Dat kan gewoon in Monster Hunter World nu gewoon echt. Het kan gewoon. Ja, het is heel vet. Je kan hem in je eentje doen. Als je geen vrienden hebt, hoef je niet bang te zijn. Je hoeft geen vrienden te maken. Of je vindt het leuk om in je eentje te spelen. Dat ook. Maar dat denk ik niet. Het is meestal dat je geen vrienden hebt. Ja. Maar goed. Je kan dus tot een groep van 4 man kan je co-oppen. Helaas niet local, maar wel met andere mensen op een andere PlayStation of Xbox. En dat maakt het... Het wordt ook geleveld, dus geskilled. Dus de monsters worden wel sterker. Dus niet dat je met z'n vieren echt in één klap alles dood krijgt. Het wordt wel geskilled. Maar het zorgt ook voor dat je een beetje tactiek bij kan kijken. Ik loop altijd met een speer rond. Als je ervoor zorgt dat iemand met een pijlenboog verderop staat. Een andere doet echt de damage met een grote zwaard. Je hebt gewoon een aggro en een tank. En ja, het is eigenlijk gewoon een beetje zoals bijna elke game waar je moet samenwerken. Dat je zorgt dat je een beetje een goed team hebt die elkaar een beetje aanvult. Ja. En dan is het neerhalen van zo'n monster, nou, makkelijk is het ook niet, wil ik ook niet zeggen. Maar dan, ja, het is wel echt een avontuur om het te doen. Wat tof, je gaat ook met z'n allen natuurlijk dan jagen. En je neemt allebei de progressie mee, dat vond ik heel fijn om te horen. Ja. Je slaat allebei je eigen progressie op. Ja, dat zeker. En dat zorgt ervoor dat degene die jij in jouw game meeneemt niet voor shits en giggles mee gaan doen. Ja. Maar daadwerkelijk ook voor hun eigen progressie aan het werk zijn. Ja, tof. En Ja, Amador. Je bent fucking enthousiast, we horen het. Dankjewel hiervoor. Je hebt de game een dikke 9 gegeven. De eerste grote review hier op Gamers.nl van 2018 komt erin with a bang. Monster Hunter World, als je echt alles wil weten over deze game, check dan vooral Gamers.nl voor alle trailers. Natuurlijk de geschreven review en al het nieuws rondom Monster Hunter World. Amador, dankjewel. Peter, dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken.